Beste luisteraars, u luistert nog steeds naar het programma Wist u dat? En wij gaan nu overschakelen naar Paramaribo. En daar treffen we aan de heer Van der Leuf en de heer Samson. Heren, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Botse en luisteraars van Radio Damsko. Ja. Van het programma Wist u dat? Prima. Nou, ik zou zeggen, gaat uw gang. Nou, ik zou zeggen aan de luisteraars, goeiemorgen op deze 1189ste dag van een regering die wij hebben zitten verwelkomen en waar we zeer blij mee zijn vanwege de geweldige dingen die allemaal uitgevoerd zijn. Draai het even, dat zaakje even om en dan weet u wat ik namelijk bedoel. Maar vandaag, een woensdag, het is woensdag, als het goed is, 18e oktober, ja. En dan betekent het dat meneer Alten van Genderen, als het goed, als hij nog in leven zou zijn, zou hij 102 jaar zijn. Nou, wie is die meneer Alten Willem van Genderen? Een meneer die op Albina is geboren in 1921 en in Paramaribo, eigenlijk op 69-jarige leeftijd, is gestorven. Hij was een Surinaamse politicus. Politicus, ja. Ja, een vrij bekende. En Van Genderen werd op Albina geboren, zoals ik al zei. En op jonge leeftijd vertrok hij naar Paramaribo, waar hij op het EBG-internaat de Saron verbleef. En na de ULO, dat stond voor uitgebreid lager onderwijs toen, op de Graaf van Sinsendorf School, zijn MULO-diploma haalde. In 1942 begon hij zijn carrière op het departement van onderwijs, waar hij onder andere als schrijver werkte. En later behaalde hij het toelatingsexamen van de douane in Suriname. Hij werkte ook in verschillende posities bij de dienst der invoerrechten en accijnzen. En rond het jaar 1954 studeerde hij in Nederland te verstaan bij een beroepsopleiding tot verificateur. Verder was hij enige jaren voorzitter van de douanebond. In 1957 werd hij voorzitter van de Paranam Werknemersbond. En in ongeveer diezelfde periode werd hij voorzitter van de Bond van Personeel bij de Scheepvaartmaatschappij Suriname, de SMS. SMS van toen. Na de verkiezingen van 1958 werd het gekozen eigenlijk als NPS-statenlid. En omdat een meneer Emiel Ensberg minister werd en meneer Van Gelderen die schoof op en volgde hem als lid van de Staten van Suriname, want zo heette de Nationale Assemblée toen. Daarnaast was hij vanaf 1959 werkzaam als ambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken. In 1960 werd hij daar onderdirecteur en in 1963 directeur op het ministerie, waarmee een einde kwam aan zijn vakbondsactiviteiten. En nu komt het. Vanaf dat jaar zou hij tot de staatsgreep in 1980 bij elke verkiezing herkozen worden tot statenlid voor de NPS en in de kieskring van het district Marowijne. Ja, toen kenden we eigenlijk al het districtje Stelsel. Klopt. De bedoeling is nu dat Suriname één grote kiesdistrict is geworden. Ja. En de verwijzigingen van de kiesregeling jongsleden. Ja, in elk geval eind 63 liepen toen de Ormet-affaire in de Staten behandeld werd. De gemoederen zo hoog op dat het statenlid David Findlay, de bekende man van de West, ja. Bij het binnenlopen van de koffiekamer een klap gaf. Dat gaf Van Genderen. Hij gaf Findlay een klap waarop een vechtpartij volgde die pas eindigde toen de politie ingreep. Doet me bijna zo'n beetje denken als wat er later, ik dacht 13 december, jaren later,
had plaatsgevonden. Met Doekie en Somadje. En Ebrens Wijk. Ja, Ebrens Wijk is de... huidige koning van Suriname. Ja. Maar in elk geval, na de verkiezingen van 1967, zat de VHP niet langer in de regering. En volgde Van Genderen, de VHP-leider, Jagannath Lachman, op als voorzitter van de Staten. En begin 1969 kwam het kabinet Pengel ten val, waarna het voorzitterschap van de Staten werd overgedragen aan Clemens Ramkissoen Biswamitra. Een mondvol van deze grote politicus, want in datzelfde jaar werd Van Genderen fractieleider en het jaar erop partijleider van de NPS. En na die verkiezingen van 1973, want Pengel kwam in de meantime te overlijden na het val, werd hij wederom voorzitter van de Staten. Maar twee weken later trad het kabinet Aron 1 aan, waarin hij minister werd van districtsbestuur en decentralisatie en tevens vice-minister-president, waardoor hij die voorzittersfunctie moest opgeven. Als minister van vice-minister-president, maakte hij eind 1975 het onafhankelijk worden van Suriname mee. En na de verkiezingen van 1977 kwam hij in het kabinet Aron II terug als minister van Binnenlandse Zaken en vice-minister-president. Het ministerie Districtsbestuur en Decentralisatie was intussen opgeheven. En grotendeels opgegaan in het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nog steeds het huidige ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals wij die kennen. Op 25 februari 80, ongeveer een maand voor de verkiezingen, moeten we wel stellen, vond de sergeantencoup plaats, waarmee militairen onder leiding van de toenmalige president, Desi Bouterse, aan de macht kwamen. Omdat Aron was ondergedoken, was het eigenlijk Van Genderen die op 26 februari, dus één dag na de staatsgreep, samen met minister Soert Badri Singh, die was minister van Justitie, op de televisie de machtsovername kwam bevestigen met de verklaring. En dat luidde eigenlijk als volgt, heb ik hier voor me liggen, ter bevestiging van de volledige overname van het militair en burgerlijk macht- en bestuurlijk apparaat door de Nationale Militaire Raad, toen kort afgekort NMR, roepen ondergetekenden O.W. Van Genderen en vice-minister-president Dr. Anders S. Badri Singh, minister van Justitie en Politie van de regering, die tot maandag 25 februari de militaire en burgerlijke leiding had van de Republiek Suriname, namens de regering het gehele Surinaamse volk op zich te onderwerpen aan het nieuwe gezag, opdat de zo noodzakelijke rust, orde en veiligheid gehandhaafd en gewaarborgd kon blijven in de Republiek Suriname. Hij is in die periode, en meneer Van Genderen hoor, is in die periode door het militair gezag vastgezet en ook mishandeld, maar kwam uiteindelijk met een geldboete vrij. Tot zijn pensionering, en dat was in 1981, was hij raadsadviseur in algemene dienst op het ministerie van Algemene Zaken. Begin 1990 kwam hij nog in het nieuws als politiek adviseur van Ronnie Brunswijk, de huidige koning van Suriname, die tijdens de Binnenlandse Oorlog leiding had gegeven aan het Jungle Commando. En later dat jaar overleed hij op zeer jonge leeftijd, op 69-jarige leeftijd. Van Genderen was getrouwd eigenlijk met Sittine Cornelia Kerster. En die mevrouw leefde van 1928 tot 2011. Een mondvol over eigenlijk een grote politicus. Precies. Ja, en het is aan jou om verder op in te gaan, dat wij over kunnen gaan tot de orde van de dag. Ja, inderdaad, een mondvol over deze grote zoon die Suriname heeft voortgebracht. Nota bene vanuit het district Marowijne. Als je let tegen de, op het tijdstip waarop deze man zijn intrede doet en vanuit welk beroep, dan kan je zeggen, het is sowieso een academicus geweest. En waarschijnlijk een politicus van formaat, als je kijkt naar de functies die hij allemaal heeft ingevuld. Je zou dat niet kunnen brengen in vergelijking met de navolgende generatie van mensen uit dat district die nu de voorhoede rol vervullen in de politiek.
Ik bedoel de huidige voorzitter en tevens vice-president die aanzit vanuit Marowijnen en zich meer laat kennen om een bepaalde etnische groep samen te bundelen. Dat heeft Van Genderen toen al bewezen. Die gedachtegang dat op zo'n laag niveau vibreert te hebben doorgebroken. En wanneer wij dit aan u vertellen, is dat wij de feiten vanuit het verleden weer voor onze neus houden om te zeggen, Suriname verdient veel beter dan wat we tot nu toe hebben kunnen presteren. Omdat dit de voorhoedelopers zijn geweest, destijds in de Staten van de Republiek Suriname, die nog een kolonie was van Nederland, dan denk ik dat men moet kunnen proeven wat het niveau was om op dat bestuurkundig niveau beleid daar wel bestuur uit te kunnen maken. Ik denk dat we nu dan overgaan naar de orde van de dag, van de actualiteiten van de afgelopen 48 uur en de week daarvoor. Er is nogal veel gebeurd, maar ik wil vallen eigenlijk op de minister van Onderwijs. Want die goede man die nodig is aangetreden, is ondertussen met een grote delegatie richting Azerbeidzjan vertrokken. Iedereen vraagt zich af wat hij daar is gaan doen. Daar heb ik het over de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En die blijkt werkelijk met een forse delegatie van zijn departement naar het Europese. Eigenlijk laat ik weer een beetje Azië. Hè? Azië, ja. Is op de grens Europa en Azië. Nou, daar zit Azerbeidzjan. Dan was het onderdeel eigenlijk een van de provincies van de Sovjet-Unie. Ja. Er zijn pas problemen daar geweest, zoiets als COVID, zoals de nieuwe vlag eisen. En iedereen vraagt zich af, wat is die goede manier daar gaan doen? Trouwens, het is een brandhaard in de wereld, want behalve Haiti hebben we ook dat vrede gedoe, namelijk in de Gaza-strook en Israël. Ja, ja klopt. En dat is ook niet makkelijk. Maar in elk geval, ik kan zeggen, los van het feit dat dit in alle stilte gebeurde, en die communicatie die in Suriname daar geen melding van maakte, is het vooral de vraag waarom de Surinamers uitgerekend naar dit land, dat een behoorlijk dictatoriaal bewind heeft, ja, moesten afreizen en welke voordelen het voor eigenlijk ons kwakkelend onderwijs, wat die meneer heeft van een van de slechtste minister aller tijden van de NPS overgenomen. Dat was Marie Levens die onze kroost eigenlijk compleet vernietigd heeft, een hele generatie kinderen, zoals ik het blijf herhalen. En NPS gaat daarvoor het gelag betalen bij de komende verkiezing. Ja, ik denk dat het gewoon terecht is als we aangeven dat onder minister Marie Levens, ex-minister Marie Levens van Onderwijs, ons onderwijs de achterstanden die het al had in groter tempo achteruit heeft laten gaan. Weet je, vooral met de keuze die ze heeft gemaakt voor het doorstromend onderwijs, waar er geen investeringen zijn gepleegd voor de faciliteiten, dan was het lukraak eigenlijk beleid maken en doordrukken. Want we hebben ook nog geprobeerd steeds aan de bel te trekken en bij haar op audiëntie te kunnen komen, zowaar te kunnen behoeden voor de gevolgen die wij nu meemaken. Overigens, ik moet bij vertellen dat ik ook naar de president heb geschreven, wat ik zag eigenlijk bij al hangen wat er zou gebeuren. Maar hij had geen belangstelling om over onderwijs en wat onze kinderen te wachten staan, ja, stond, over te praten. Hij heeft het goed kunnen afwijven, net als mevrouw Marie Levens, die voor een verschrikkelijke ramp heeft gezorgd in onderwijs en ons onderwijs compleet kapot gemaakt heeft in Suriname. Maar in elk geval, die minister moest afreizen en welke voordelen het voor ons land zal opleveren. En we zitten met een kwakkelend onderwijs waar kinderen niet geplaatst kunnen worden, waar voor heel veel kinderen na zoveel dagen nadat de school is begonnen nog niet naar school kunnen gaan, waar kinderen geen water hebben, waar mensen eigenlijk met tafels en stoelen moeten sjouwen, kilometers om naar school te gaan. Ja, daar vraag ik me af wat die minister van Onderwijs daar is gaan zoeken. Ja. Dat die minister met 7 ambtenaren naar het land op de grens van Europa en Azië is afgereisd, lekte via bepaalde media uit. Ik wist het al.
Maar ik was er eigenlijk een beetje voorzichtig mee, want er is veel nepnieuws. Ik kreeg hem namelijk te horen eigenlijk uit vrij officiële bronnen. Maar ik was er voorzichtig mee. Maar binnen onze kringen circuleerde het wel. We wisten het wel, ja. En hij is afgereisd. En dat hij was afgereisd legde via bepaalde media uit die het oppikten uit de media al daar. Anders zouden de Surinamers er nooit iets over hebben vernomen. Want men doet alles heel geheimzinnig. Zelfs de president maakt ook verschrikkelijk veel reizen. Maar van die Audi toe van horen zeggen, moet je het horen hoe het is afgelopen daar. En wat het heeft opgebracht. Vaak 0,0. Azerbeidzjan, ook wel Azerbeidzjan genoemd, is allesbehalve een schoolvoorbeeld van een democratie. In Suriname laten de leiders wat de democratie betreft ook grote steken vallen de laatste tijd. Denk maar aan de rechterlijke organisatie waar we niet veilig zijn. Ik bedoel, voor de meest simpele dingen wordt je veroordeeld. En hoe erg gerommeld wordt binnen de rechterlijke organisatie. Ik heb er nog meer hier over liggen en daar komen we. De rechters zijn gewoon eigenlijk omgekocht door hoge salarissen. Dus je hebt die vice versa. Rechterlijke macht die wordt omgekocht. Onschuldige mensen die worden veroordeeld. Aan het vonnis kan je geen touw aan vastknopen. Klopt. Overigens, het taalgebruik van bepaalde rechters is om niet naar huis te schrijven. Volgens mij rechters die gewoon het woordje wet met DD schrijven. Ja? Het met DD en dat soort van dingen. Ja? En aan de andere kant heb je de rechterlijke macht. Maar je hebt ook jouw min-eters onder de vakbondsmensen die allemaal zijn omgekocht door de regering. Ja, klopt. Ja? En de belangen van de vakbonds, hoe noemen ze het, van de arbeiders, eigenlijk niet behartigen. Het gaat bij hem om een voordeel. Als ze een vettige chowmin krijgen met varkensstaart en ze zijn allang blij. En daar, ups, leerkrachten worden verkocht. Wat heb je nog meer? Arbeiders worden verkocht, verpleegsters worden verkocht. Het is kortweg een zootje in politiek Suriname op dit moment. Het lijkt meer en meer te lijken op een democratie en geen democratie meer in Suriname. Ja, want in Suriname laten de leiders wat de democratie betreft heel veel steekjes vallen. Maar ons land ja, is vergeleken met Azerbeidzjan is het misschien minder dan Azerbeidzjan. Ik zou niet zeggen, eigenlijk een paradijs, maar het is erg of wat. Ook minder. Nog niet zo erg als Azerbeidzjan. Ja, maar het is wel erg. Als ik let op al die mensen die opgesloten zijn geweest, zonder een vorm van proces, en daarna zonder een vorm van proces weer zijn vrijgelaten. Trouwens, er is nogal wat te doen met het Openbaar Ministerie als het gaat om onafhankelijkheid, als het gaat om eerlijkheid. Dus niet alleen de rechters, eigenlijk die hele rechterlijke macht, ja, zijn er grote vraagtekens. Ook de uitvoerende macht. Ja? Zeker, als we letten op de presidentiële besluiten en presidentiële beschikkingen die de pan uitvliegen vanuit het kabinet van de president de afgelopen 36 maanden. En dan, natuurlijk om niet te vergeten de wetgevende macht. Want dat is ook een zootje. De wetgevende macht, daarover ben ik heel simpel. Het blijkt dat wij op eenvolgende regeringen kandidaten op de lijst hebben zien verschijnen van verschillende van de gevestigde en oude politieke partijen. Die niet uitgerust zijn met genoeg competenties om het werk als wetgever te kunnen vervullen voor het Surinaamse volk daar in de Nationale Assemblée. Je moet je voorstellen dat er zelfs mensen zijn die bepaalde woorden als Marcel Shea niet kunnen uitspreken. Even wat mag ik je onderbreken. Iemand vertelde me deze week dat die persoon aan de Atodokom Universiteit studeert. Maar die meneer van Marisje Sousse. Marisje Sousse. Ja. En het is een paar keer uitgesproken. Maar man is student van om het niveau van Suriname wat onderwijs betreft aan te geven. Dus los van het feit dat vanuit het buitenland, dat figuren, namelijk vanuit Miami, diploma's hier massaal hebben verkocht. Vanmiddag zelf werd namelijk een top figuur in Suriname die hoog staat aangeschreven en waarvan wordt verteld dat hij onze oliebronnen zelf heeft verkocht. Hè, op een heel vernuftige manier tientallen diploma's, honderden diploma's heeft verkocht, masterdiploma's. En het is betaald door de overheid zelf. Ja, heeft verkocht
aan ambtenaren. Dus dat is dan een van de feiten die waarschijnlijk zich weer terugvertaalt in het ondermaat presteren van onze bestuursorganen op dit ogenblik. Want daar worden deze mensen door de politieke partijen geaccommodeerd op die functies en die posten. Maar uiteindelijk, een diploma is nog niet inzicht hebben en zeer zeker geen ervaring hebben om hetgeen jou als verantwoording wordt toevertrouwd op zo'n functie ten uitvoer te kunnen brengen en resultaten van verbetering dan wel professionele resultaten ermee te kunnen presteren. Dat merken wij. Aan alles wat er gebeurt is er een tekort en alles wat er gebeurt is er achterstand. Alles wat er gebeurt is er onduidelijkheid, geen transparantie. We merken het ook nu weer met de recentelijke gevallen van de aanbesteding voor het bouwen van een vergaderzaal voor de DNA-leden. En we merken het ook weer bij datgene van het politiebureau dat door de huidige president destijds als minister van Justitie en Politie allemaal uitbesteed is voor geloof ik 3 tot 6 miljoen euro. En nu weer wordt besloten om het overhaast als het ware af te breken, omdat het 10 jaar heeft blijven liggen onder de vorige regering. Dus het zijn deze LLB en MST en noem maar op titulier die allemaal gekocht zijn, die daar zitten en niet inzien de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaan om beleid, dan wel bestuur, op kundige wijze te kunnen uitvoeren. Suriname is een bron eigenlijk van autoritair fascisme, racisme en narcisme en alles wat met cisme te maken heeft. Maar om terug te komen op die reis namelijk van de minister van Onderwijs met een hele grote delegatie naar Azerbeidzjan, ik kan u vertellen dat tal van internationale waarnemers omschrijven het bestuur, het land, daar als autocratisch regime met dictatoriale trekjes. En eigenlijk nadat het land eigenlijk in 1991 zich losweekte van de toenmalige Sovjet-Unie, ja, is het land er in democratisch opzicht nauwelijks op vooruit gegaan. Er worden wel met enige regelmaat verkiezingen gehouden, maar daar wordt altijd op grote schaal bij gefraudeerd. Net als zoals er hier met diploma's op grote schaal wordt gefraudeerd. Alle zijn masters en weet ik wat. Zelfs een koning wordt binnenkort PhD dokter. Koning wordt dokter. Ja, bij diploma gekocht bij een nep-professor in Miami. Ik vraag me even af, hij is vice-president en hij is koning en hij is voorzitter van zijn politieke partij. Wanneer krijgt hij dan tijd om colleges te gaan volgen? De scriptie wordt voor hem geschreven. Ja. Ik heb de man meegemaakt. En het was op de televisie toen hij zijn bachelor namelijk moest doen. En eigenlijk op een bepaald moment moest hij zich verdedigen. Dus een master. En plotseling, die man kende een vraag niet en die man gilde door. I do not know. En de scriptie eigenlijk is geschreven in het Engels. En het zou in het Engels gepresenteerd. Nou, je wilde het niet horen. Ja, het was een akelig vertoon. Ik vond het een behoorlijk beniede Marx vertoon. Te bedenken dat zijn thesis waarop hij afgestudeerd is ook nog heeft te maken met de ordening van de goudsector in Suriname. En dan wordt hij rechtstreeks in verbinding gebracht met heel wat van die goudondernemingen en goudconcessies. Zogenaamd in handen of overgedragen aan zijn dochter en zijn zonen en anderen of derden. Maar we kennen ook nog recentelijk een paar maanden terug waar hij met een helikopter over een gebied vloog waar een tiental stuks graafmachines in werking waren. Dat hij zegt, zijn dat al die graafmachines die voor mij aan het werken zijn? Dat is een live die hij zelf heeft uitgezonden op social media. Overigens, het land is een dictatuur waar onze minister van Onderwijs naartoe is geweest. En Armand Snijders, een bekende onderzoeksjournalist van de Ware, die doet vaak onderzoek en die publiceerde ook daarover in de Ware Tijd. En hij vermeldt ook, er worden wel met enige regelmaat verkiezingen gehouden, maar daar wordt altijd op grote schaal bij gefraudeerd. Wat ons waarschijnlijk straks ook te wachten staat
Misschien is dat ook de bedoeling van de reis naar Azerbeidzjan. Ja, in 2025. Ja, want vandaag, als ik me niet vergis, is de 1189ste dag van deze regering. Dus we hebben ongeveer nog anderhalf jaar. Of we krijgen relletjes, rommel en wat men noemt een noodtoestand. Mensen twijfelen nog of de verkiezingen werkelijk komen. Zien is geloven. Precies. Want op deze avond of op deze ochtend hebben we nog aardig wat te vertellen wat dat aangaat. Wat deze dingen aangaat. Maar in elk geval, de zittende president is enige Ilham Aliyev. Die is nu aan de macht. Ja, er wordt gefraudeerd. Dus niemand blijft aan de macht. En die Aliyev is sinds 2003 president. En we zitten nu in 2023. Dus dat is 20 jaar. Ja, nadat hij de macht overgedragen kreeg van zijn vader. Dus het lijkt meer een koningschap in plaats van een democratie. Ja, dat is een combinatie. Hè. Dus we hebben een president. We hebben nu alvast een president en een koning vicepresident. En we hebben ook een koningin. Want de moeder van de koning is bekroond. Afgelopen dag van de Marons. Ik heb het zo'n beetje voorbij zien komen in social media, maar eerlijk gezegd, ik heb er niet veel aandacht aan besteed, want de gekte, die wordt steeds gekker om ons heen. En het schijnt niet op te willen houden. In het geval van de minister van Onderwijs, dat hij naar Azerbeidzjan is afgereisd met een 7-man sterke delegatie, dan wij onthouden zijn geworden. Of het nou een missie is die hij uitvoert als minister van Onderwijs. Maar het kan ook best zijn dat het een missie is die hij uitvoert als ambassadeur. Want hij is dag... half ambassadeur. Juist. In Suriname. Nee, dus het is niet half ambassadeur. Tot nu toe heb ik nog niet gezien dat men een nieuwe ambassadeur heeft benoemd. Dus hij verkeert nog als ambassadeur. Als ambassadeur. Maar hij is ook minister, dus half minister, half ambassadeur. Dit is een ministeriële ambassadeur. Ja, het kan je maar verkeren als we praten over normen en waarden in een land. Maar die Aliyev, die was eigenlijk ruim 10 jaar eerder middels een staatsgreep, wat hij aan de macht gekomen en hij werd de hoogste baas eigenlijk van het land, zeg, eigenlijk een alleenheerser. En van de wijdverbreide corruptie in het land, ja, daar denk ik dat de minister misschien eens gaan kijken om nog wat extra bij te leren. Want die corruptie hier, met gronden, met geld, met alles en nog wat. Ik heb nog nooit zo'n corruptieve regering in mijn hele leven gezien. En ik ben al meer dan 70 jaar op deze aardbol. Ja. En groot deel in Suriname gewoond, maar dit heb ik nog nooit gezien en nog nooit eerder meegemaakt. En als ik zie dat een minister van leren, onderwijs. Dat je gaat leren, naar zo'n land gaat, dat corruptief is en ons land is al vrij corruptief, dan moet ik gaan zeggen, hij is gaan leren hoe corruptie te perfectioneren in het land. Daarop lijkt het sowieso, vooral omdat er geen rugbaarheid aan is gegeven dat de missie zou vertrekken naar Azerbeidzjan. We willen het alsnog weten. Ik denk dat de regering beseft dat het haar verplichting is ons als bevolking, ons als Surinamers die hun daar hebben geplaatst op de functies en de posten om verantwoording te dragen, dat ze dat ook nog komen informeren. We willen niet graag achteraf geïnformeerd worden, maar we zijn het zo'n beetje gewend dat wij vaak genoeg delen of versnipperingen van de informatie achteraf zullen horen. Maar we kijken uit naar die informatie via CDS en de andere overheids. Officiële nieuwskanalen. En ja, en dan komen er natuurlijk een aantal serieuze vragen om te kijken over de prioriteiten van de Surinaamse regering en in toewijding aan het onderwijs. Een van de belangrijkste pijlers van de samenleving naast volksgezondheid, want dat is ook zo troep. Ja. Kijk maar aan die duizenden doden door wanbeleid. Door wanbeleid van een kleine jongen. We hebben geen zicht op zaken, maar als je hoort dat operaties talen gesloten zijn, als je hoort dat er problemen zijn met het betalen van de rekeningen van SZF, als je hoort dat op een gegeven moment mensen, ook al hebben ze het geld in handen, bepaalde medicamenten toch niet kunnen vinden, als je hoort dat er schenkingen zijn gezocht van Indiase medicijnen,
waarvan de WHO duidelijke waarschuwingen heeft gegeven dat een x-aantal van die medicijnen levensgevaarlijk zijn, dan mag jij zeker ervan uitgaan dat het scheen zich voltrekt momenteel desastreuzer is dan wij al hebben vernomen. Want wat wij daarbij naast deze perikelen horen in de gezondheidszorg, komt ons wel ter oren dat men het budget wel heeft vrijgemaakt om een nieuw ministerie op te gaan zetten voor 4 miljoen euro. 20 miljoen. Het was 4 miljoen. 20 miljoen ondertussen, maar je weet hoe die daar naar ons toe gaan. Dat wilde ik net vertellen, want in het verlengde daarvan... $20 miljoen. Het is van 4 miljoen euro naar $20 miljoen. Dat wilde ik net aanvullen. Maar dat zie je in het verlengde weer ook van die vergaderzaal van de DNA, waar de laatste inschrijver die toen was gegund voor $3 miljoen, er plotseling in een weekend wordt besloten dat de hoogste inschrijver, dat is eentje van $5 miljoen, het werk toch gekund krijgt. En in hetzelfde weekend start met de werkzaamheden. Om vervolgens via de officiële overheidskanalen te vernemen dat het werk gekund is rond de $6 miljoen. Om die vergaderzaal op te trekken. En dan wil ik direct erbij aangeven dat hoogstwaarschijnlijk dat architectenbureau die voor de technische design moest zorgen, die hoogstwaarschijnlijk niet betrokken is bij het correctieve, want die doet gewoon professioneel zijn werk. Maar het gaat mij meer om de manier waarop de gunning is gelopen. Sowieso geen openbare inschrijving verschenen en ook niet gehanteerd de compatibiliteitswetten. En als je uit de wel ingelichte bronnen verneemt die het via social media op, hebben verspreid, dat er 3 aannemers waren, 1 van 3, 1 van 4 en 1 van $5 miljoen, dan schrik je wel even af dat na een weekend het $6 miljoen bijna is geworden. In elk geval, we zijn ook bezig met onderwijs, zoals stokpaardje naast medische voorziening, naast armoede. Dat zijn zaken die allemaal in een nieuwe regering goed bekeken zou moeten worden, dat het volk te eten heeft, dat het volk goed onderwijs heeft, of althans de kinderen van het volk, en dat de mensen natuurlijk ook vrij goede medische voorzieningen en medicamenten namelijk hebben, en geen vervallen producten, medicamenten uit het land van de voorouders van mensen die leiding in dit land hebben. Maar die studenten en ouders, dat weet u wel ook, daar in Nederland, die worden geconfronteerd met een zorgwekkende situatie waarin kwalitatief hoogwaardig onderwijs moeilijk te vinden is. En ik heb u al gezegd over verkoop van diploma's. Het neemt grove vormen aan. 1 man, een zogenaamde professor in Miami, is namelijk ermee begonnen. En anderen hebben het ook overgenomen, want het draait om big money. Van wie u niet wil weten. Een keertje ga ik die namen noemen, nu nog niet. We gaan het helemaal vlak voor de verkiezingen, gaan we het namelijk helemaal uiteenzetten met naam en toenaam van bepaalde mensen die dit land vernietigen op elk gebied als het gaat om corruptie, zelfs corruptie in het onderwijs. En er is dus een tekort aan investering in het onderwijs en dat heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor de toekomst van het land en de kansen van zijn jonge generatie, waarvan een groot deel al vernietigd is geworden door mevrouw Marie Levers van de NPS. En hoewel internationale betrekkingen belangrijk zijn, dat zegt men, ja, en dat zegt die goede meneer, die onderzoeksjournalist, die zegt het ook, moeten de prioriteiten van de regering in evenwicht zijn. En verder, terwijl ik nu bezig ben, krijg ik een bericht hier binnen. Lees en huiver. Ik ben benieuwd wat er weer is gebeurd in dit land. Ja. In elk geval, het is belangrijk, de prioriteiten van de regering, die moeten in evenwicht zijn, want je hebt ze eigenlijk zo'n beetje genoemd. En je vraagt je af, wat hebben we aan bruggen, wat hebben we aan diepzeehaven, wat hebben we aan markten, erboven markten en dat soort van dingen. Het is in elk geval van cruciaal belang dat die leiders van Suriname hun verantwoordelijkheid nemen om die onderwijssector te herstellen en te versterken in plaats van de indruk te wekken dat andere zaken op dit moment prioriteit hebben. Andere zaken zoals je daar namelijk net hebt genoemd, meneer Van der Leuf. Die toekomst van het land en die kansen
van een jongere hangt sowieso af van de kwaliteit van het onderwijs. Dus het is nu aan de minister van Onderwijs om na zijn terugkeer, dus welke wij gewoon een, hoe noemen ze het, een snoepreisje, maar de snoepreisje is live. We hebben een minister van Buitenlandse Zaken, die is ook van de 7 dagen, dacht ik, is hij 3 dagen in het buitenland. Hij slaapt in het vliegtuig, zeggen sommigen, zeggen boze tongen. Maar de minister van Onderwijs moet elk van na zijn terugkeer tekst en uitleg komen geven over het belang van deze. Het is een dubieuze reis in mijn ogen, hoor. Ja, dus sorry. Daarom zeg ik nogmaals, het ligt nog aan de regering en zeker wie de minister, de verplichting om ons te komen vertellen, wat is de reis naar Azerbeidzjan geweest en wat voor voordelen zal het Suriname allemaal leveren. Wat neemt die mee in de reiscover aan voordelen die deze staatsreis of dan wel ministeriële reis, dan wel ambassadeursreis op staatskosten ons heeft. Kunnen brengen. Dus dat brengt die mee voor ons. Dat willen we wel weten. Het is onverantwoordelijk, want terwijl het heel onderwijs op zijn kop ligt. Ja. Het is dubbel onverantwoordelijk, want de start van het nieuwe schooljaar is met heel veel perikelen en problemen begonnen. En niet eens één week. Ja, dus daarom zeg ik, het is met heel wat problemen en perikelen begonnen. En niet eens 1 week volledig dat het onderwijs weer herstart is, is de minister met zijn delegatie in de bergen van Azerbeidzjan. En of het zal helpen de huidige actuele problemen in het land op te lossen, ik vraag me af. Maar zoals het er nu uitziet, lijkt het erop dat er gewoon onnodig eigenlijk veel geld over de balk wordt gesmeten en geld dat beter in ons lokaal onderwijs gepompt kan worden. En gezondheidszorg. En zorgen dat de mensen weer betaalbare voeding kunnen hebben. Armoedebestrijding. Weet je, we praten niet over het subsidiëren van zaken, maar een regering die het meet met zijn volk zou zeker één prioriteit moeten stellen, is namelijk de waarde van onze munt te bewaken en niet de waarde van hun koers op te schroeven en dat te gaan bewaken. En dit alles nadat Marie Leven honderden miljoenen dollars, euro's over de balk heeft gesmeten met een waardeloos doorstroombeleid dat onze arme Surinaamse jongeren de toekomst van de natie totaal heeft vernietigd. Zodanig zelf dat heel wat kinderen niet kunnen rekenen, lezen of schrijven. Maar dan kom ik op iets anders. Want ik had het daarnet over, we zijn eigenlijk op weg naar een autoritair fascisme in Suriname. En meneer Daramungra, meneer de voorzitter van de partij, die Nieuwe Leeuw, wat over te zeggen. Ja? En wat is namelijk het geval? Het gaat namelijk om een borgsom die rond de 96.000 gulden was en die dicht bij de 1 miljoen zou moeten zijn. En een opvallend aspect eigenlijk, want het is gewoon fascisme wat men doet. Men probeert namelijk mensen weten te houden om niet aan de verkiezingen door mee te kunnen doen. Laten we zeggen, nieuwe, integere, goede partijen. Het is de oude politiek die dit allemaal verzint en doet. En praten we over de oude politiek, dan heb ik het over de VHP, ik heb het over de ABOP, ik heb het over de NPS, ik heb het over NDP. De Kerenroer en natuurlijk de NDP. Ja. En nog een paar van die ADP, jonge partijen ADP, die grond hebben verkaveld daar en zeggen ze hebben niks gedaan. KTP is dood. Ja, maar die hebben aan de vooravond in 2002 samen met de regering Front onder leiding van de NPS en VHP hebben zij toch toen meegewerkt dat ditgene wat wij nu zien veranderen in een monster gebeuren, is een waarborg vaststellen om deel te kunnen nemen aan het passief kiesrecht en namelijk het democratisch recht als het ware. De fundatie van onze democratie is gestoeld in het passief en actief kiesrecht, waarbij wij als burgers kunnen gaan stemmen op andere burgers die we hebben gekozen en voorgedragen voor de bestuursorganen. En ik kan me niet voorstellen dat men destijds dit gedoogd heeft, want je kunt niet vragen om te laten betalen om deel te nemen aan het democratisch recht. Dat is waar het is begonnen. Het is zich voortgesudderd als een 10.000 destijds, beginnende in 2002, als waarborgfonds,
of Waagborgsom. En ik dacht ergens in 2010, 2015 heeft de NDP toen opgetrokken naar bijna 100.000. Ik dacht het was 97.000, zoveel. Maar laten we zeggen af rond 100.000. En anno 2020, 2025 merken wij dat de huidige regering het tienvoudige daarvan nu als het ware laat opbrengen en in stemming heeft gebracht en aangenomen. Maar over fascisme gesproken, hoe werkt het fascisme? Dat heeft betrekking tot het bestaan van andere politieke partijen, zo moet je het zien in dat kader. En die tolereert doorgaans geen pluralistische eigenlijk politieke omgeving. Wat betekent dat? Dat betekent dat fascisme niet verenigbaar is met een samenleving waarin diverse uiteenlopende opvattingen, overtuigingen, culturen, politieke ideeën naast elkaar kunnen bestaan en deelnemen aan het openbaar leven. En in zo'n samenleving worden de verschillende stemmen en perspectieven gerespecteerd. Ze worden geaccepteerd, vaak aangemoedigd. We hebben het zelfs onderbouwden ze. Toen hij democratisch aan de macht kwam, was het niet zo erg wat we nu meemaken. Ja? En dat het wordt aangemoedigd door mensen die zogenaamd democratisch zijn en die staan voor dat soort van dingen en er geen protest namelijk daartegen is. Ja, fascistische regimes hebben de neiging om een eenpartijstaat te vestigen. Ik krijg dat gevoel waarbij de heersende partij volledige controle heeft over politiek en de besluitvorming. Ja, over die tendensen daarin. Over dat stukje van tijdens de heer Boutersen wil ik het wel een beetje anders nuanceren hoor. Want het is sowieso tijdens de regering Boutersen 1 en 2 dat er heel veel van wat er zich nu voordoet, natuurlijk in een exponent van verergering, maar het is tijdens die regeringen van Boutersen dat er heel veel corruptie heeft plaatsgevonden en er geen corrigerende maatregelen zijn getroffen. En nu dat deze regering is komen aanzitten, zogenaamd in een verkiezingscampagne zeggende dat ze die corruptieve handelingen zouden onderzoeken en rechttrekken, blijkt dat ze juist een extenso en een exponent van verergering corruptie toepassen. Een onderbouwtersen is die eigenlijk, kan je zeggen, eigenlijk die corruptie onderbouwtersen, sluiten van leningen, en dat soort van zaken is gecontinueerd juist door deze regering. En verergerende vorm. En verergerende vorm. Zo hebben we het nooit eerder. Feitelijk kan je zeggen is Boutersen 3 in gewoon extenso en verschrikkelijker dan ooit tevoren Suriname ooit. En het is de NDP die ervoor heeft gezorgd dat we in een ergere vorm eigenlijk zijn gekomen van oneerlijkheid, van... Ja, hoe moet ik het namelijk noemen? Van diefstallen. Nee, eigenlijk straffeloosheid van criminelen. Dat is wat de NDP-regering heeft gefundeerd. De poort heeft opengegooid. En deze regering die is al in het prille begin steeds bezig geweest de vinger terug te wijzen van de vorige regering. Maar wat zij zelf presteren is erger dan wat we ooit hebben meegemaakt in politiek bestuurlijk land Suriname. Ik denk zelf dat ze eigenlijk die 10 jaren Boutersen goed hebben bestudeerd om het te komen perfectioneren. Niet zeker weten, ja. Maar ik ben er ook zeker van dat vele exponenten van de regering die nu aan de macht zitten ook mee hebben gedaan met die corruptieve praktijken van de Boutersen 1 en Boutersen 2. Want ja, we kennen ons is ons, we zijn die vrienden in Israël. We weten hoe de kapitaalstromen gericht en gelijk in het circuit belanden en buiten het de autoriteiten circuleren. Dus ik zeg nogmaals, er zijn zeker weten exponenten die nu bezig zijn met de huidige regering, die toen al bezig waren met Boutersen 1 en 2 die corruptieve praktijken te veredelen. Deze hebben het alleen maar extra geperfectioneerd. Ik wil het eigenlijk verder aanvullen. Abob zat er ook bij. Dat hadden een visie. Later bleek het een visie te zijn of een witte visie. Of hoe je dat wilt noemen. Ja. Wie zat er nog bij, behalve Abob? Petialo, hoe zat er ook bij? Boutersen heeft ze beide opgedonderd. Ja. En HVB zat er ook bij. Ja, die was er. En Palo zat er ook bij. Palo, HVB, KTPI, al die mensen zaten erbij. KTPI zat erbij, dus we praten en deze regering, oude politiek. Ja. Per die exponenten meegenomen en hun coalitie gevormd.
Ja, dus het zijn diezelfde exponenten die daar zaten en de corruptie aan het perfectioneren waren, zijn nu bezig met deze regering het ter uitvoer te brengen en te veredelen. Dus we hebben nog nooit zo corruptie zien tegenvieren en bloeien in dit land als onder de huidige regering. En als ik zo'n beetje een programma van Lim FM de afgelopen week heb mogen volgen, dat was de vorige week, dan schijnt het dat de NVS ook een graantje heeft meegepikt. Want plotseling kwamen allerlei verhalen naar boven van mensen die 30 onderwijs, hoe noemen ze het, grond moesten schoonmaken, onderhouden. En later bleek het 30 te zien, maar 21 scholen, schoolterreinen, 21. Maar ja, 21 blijkt het nog altijd 21 te zijn. Want waarom heb je niet 1 genomen of 2 en had je de rest voor anderen namelijk overgelaten? Ja? En zo komen er nog meer dingen van die schone NPS. En werkelijk een heel clean partij, moet ik zeggen. Zoals we dat in het verleden hebben gekend. In het verleden, ja. Waar corruptie meedogenloos werd afgestraft door Kedetja. Ja, we kennen de gevallen van Belisser, Sigrid Geert, ja. We kennen dat van Alibux, Errol Alibux, dacht ik. We kennen het geval ook van Belisser. Dus daar heeft meneer Roenert Finicjan wel degelijk aangetoond dat corruptie en zaken die tegen de wet zijn niet straffeloos van kunnen blijven en geen handen boven het hoofd worden gehouden. En, jammer genoeg, dat is niet gecontamineerd of kunnen contamineren ook bij die afperser en blackmailer die wij noemen Pertjaloer, de grondroever. Weet je, want dat is waar eigenlijk de val van de NPS mee is begonnen. In elk geval, wat je verder kan zeggen, er is geen fractie overgebleven van die bekende schone NPS van weleer. En dat is ook bevestigd namelijk door Arnold Kruisland. Klopt. Bij Limburg, hier in Suriname, bij het programma van Lim FM. We gaan namens koppen voor dat programma. Bij het noemen van die naam van meneer Arnold Kruisland weet ik zeker dat hij nooit en ten nimmer zou lenen om als NPS notabele, zeker niet als voorzitter, als hij voorzitter was, ook nog in een positie te gaan zitten van een DNA-fractie te leiden en tevens adviseur te zijn van de president. Hij zou dat nooit hebben gedaan. Wat Arnold Kruisland namelijk heeft gedaan, is een eye-opener van die eerlijke, geweldige NPS. Toen onder Finicjan, onder de huidige voorzitter, is er geen fractie en niks van overgebleven. En ik ken meneer Kruisland, hij lief niet. Nee. Hij hart heeft tegen gezegd, eigenlijk heeft hij gezegd, forget NPS. Samen met die andere oude politieke partijen. En eigenlijk hoorde ik hem zeggen, zoeken jullie naar iets nieuws, iets jongers, mensen die niet corrupt zijn, mensen die integer zijn, integriteit zoals wij die hebben gekend, zeker onder de regering, Finicjan. Overigens, ik moet één ding zeggen als we praten over Finicjan. Die man is al heel oud, ik dacht 87 jaar. Is hij niet 88 aan het worden? Hij is geboren namelijk in 1936, 87 jaar. Ja, 87 jaar. Maar in elk geval, zijn naam, die wordt een naam eigenlijk weer genoemd. Men praat over een Finicjan revival. In 2010 werd Roenert Finicjan, die president, hij werd verguisd nog, ja. De politieke partij die een vernietige nederlaag. Maar dat heeft hij vooral te danken aan zijn minister van Financiën. Laat iemand mij komen zeggen dat ik rommel vertel. Maar niet want, alleen dat. Het was de meneer van Money Not There. Ja, dus die had een volkslied ontwikkeld voor de NPS. Er is geen geld. Ja. Maar de genadeslag werd de NPS en zeker de voorzitter toen, meneer Roenert Finicjan, toegebracht door zijn coalitiepartner. Meneer Somoharjo, die zat te rommelen die met stichtingen van gronden en die had toen afgedwongen om ROGB van grondzaken weer af te splitsen uit NH. Die heeft toen met zijn ministers behoorlijk gesjoemeld en gerommeld en als het ware heeft daardoor het imago van de 10 schone vingers van de president destijds en NPS-voorzitter behoorlijk schade geleden.
Dat is de genade slag geworden. Naast het zogenaamde volkslied van toen Hildenberg, die constant zei, money no day. Ik heb zelf met Hildenberg gewerkt. En één ding, zijn economie was money no day. Ik denk zo iemand, zijn kind of zijn vrouw was zijn ziek of ging dood. Nog een beetje bar money no day. Wat allemaal nog bij die jaren gaat. Ja, dat was Hildenberg. Ze zeggen niks anders dan een koets over de doden. Maar hij heeft het onder andere gezorgd. Want je kan mensen toch geen 25 gulden een kinderbijslag gaan geven voor hoeveel maanden. Een AOV. Zelfs een manier als Telting, die eigenlijk vrij zuinig was en eigenlijk de kast. Daarmee de centrale bank goed beheersen. Ja, hij zei van in tijden van verkiezingen laat eigenlijk de teugels wat zegenvieren. En ik ken Venetiaan. Ja. Geen gierige man. Nee, klopt. Hij had het gedaan. Maar het was dat gelul eigenlijk van Hildenberg. Ja, ja. Dat eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat wij toen in handen zijn beland eigenlijk van dieven, schurken en bandieten. Om vervolgens over te dragen aan nog grotere schurken, dieven en bandieten. En criminelen en noem maar op. Maar in elk geval de lof voor financiële prestatie op sociale media. En die gonst op het ogenblik. En dat in sterk contrast met 2010 dacht ik in het verleden. Juist. Toen hij namelijk overdroeg. Ik denk dat het ook terecht is. Ik bedoel, het volk werd verkeerd geïnformeerd. De verkiezingscampagne die gestart was, was om allemaal aan te tonen dat alles kapot was, er geld is, maar het wordt niet geïnvesteerd in het volk. Was enigszins terecht, maar het was overtrokken met behoorlijk wat opblazen van de tonen van slecht bestuur. Want slecht bestuur was het sowieso niet. We hebben wel een kortzichtig minister. Nee, dat is vrij goed bestuur. In tegendeel, heel goed financieel en monetair beleid dat er gevoerd is. Want we hebben toen 100% dekking van onze muntwaarde gehad. We hebben een behoorlijke dekking van, geloof ik, 90% voor export kunnen bewerkstelligen. En die telting die wilde gewoon doorgaan, maar zei nog, er moet wel geïnvesteerd worden in de nodige sociale voorzieningen, zodat het volk niet te veel de beukering moet aantrekken. En dat ging verkeerd met meneer Hildenberg. Voor zover ik weet, de man die toen minister van Financiën zou moeten worden, maar er is iets volkomen fout gegaan met een of ander rommelfiguur in de NPS, heb ik begrepen. Dat zou Sivano Jonathan zijn. Buitengewoon begenadigde econoom. Ja. Met 20 jaar ervaring in Jamaica bij de IDB. En ik ben ervan overtuigd, Sivano kennende, ik heb gezien hoe de natuur eigenlijk een wending kan geven aan dingen. Maar Sivano kennende was dat zeker niet gebeurd. En dat was waarschijnlijk nog die regering in het jaar waarvan we zo hebben geprofiteerd, die kon er nog steeds. Ik wist dat ik verschrikkelijk boos was op hem met dat gedonder ook van Somoario. Ja, hij had het over een emmer, later bleek die emmer namelijk een gat in het midden te hebben. Dus maar het raakte maar niet vol. Maar het is eigenlijk jammer, ja, want een combinatie, Telting, Venetiaan en Sivano Jonahin zou eigenlijk kreeg het gevoel dat we nooit zo ver zouden zijn gevoeld. Nee, de sterkste combinatie die je op dat moment namelijk kon hebben. Eerlijke mensen. Ja, maar hij was ook super jonger destijds. En hij zou zeker met genoeg redenvoering kunnen overtuigen in de sectoren waarin geïnvesteerd zou moeten worden. Zonder dat onze monetaire stabiliteit daaraan te grabbel zou worden gegooid. Dus daar ben ik van overtuigd. Alleen nogmaals, het was meneer Hildenberg die tekort schoot. Niet dat hij heeft in Groningen gestudeerd en ik denk dat de scriptie luidde een Moninode. Moninode. Trouwens, ja, tegenwoordig ook een minister lopen die scriptie heeft gestolen laat en heeft geleverd om doctorandus te kunnen worden. Laat me het wel verduidelijken. Meneer Hildenberg heeft geen corruptief beleid. Nee, dat helemaal niet. Maar wat hij wel heeft gedaan, is een kortzichtig beleid. Want hij had een beetje verder moeten flexen met de president Venetiaan. Hij had verder moeten flexen met de governor destijds, meneer André Telting. Dan had hij wel dusdanig waarschijnlijk
wat meer ruimte opengelaten om de zaken aan te horen en toe te passen. Hij had het namelijk niet in zich. Je kan vergelijken met zelf econoom. Ja. En dus ik weet precies wat maakt. Ja. Trouwens, het is NBS wel heel ongenadig om het te vallen. Ze zijn behoorlijk teruggevallen in Zetels. Overigens, NBS parkeerde daarvoor ook over een geweldige goede econoom, meneer Schrep. Minister Schrep. Dat was een geweldige. NBS had goede mensen. Nee, maar NBS staat bekend van oudsher dat het gaat om mensen met een behoorlijke academische opleiding. En ze kwamen ook met behoorlijk wat inzichten. Zij hebben wel merendeels hun floriteiten gehad in de overgangsfase van de kolonie Suriname naar de Republiek Suriname. Over wie het Schrep gesproken? Ja. Hij zou de minister, de eerste minister worden onder Venetia. Maar hij kreeg een hartaanval om te zien van... Ja, klopt. De dag ervoor, klopt. Een geweldige econoom. Ja. Hij was bij economische zaken. Hij heeft... Toen al die tekorten heeft hij opgeheven. Je weet, er waren ook verschrikkelijke tekorten op elk gebied. Ja. En ik heb ook nauw naast hem gewerkt. Een geweldige econoom. En toen kregen we namelijk, zou namelijk worden, Silvano Tjanahin. Ja. Er is daar iets gebeurd. Wat er is gebeurd, dat hoor ik voor mezelf, et cetera. Maar ook door een maatschappelijke mislukkeling. Dat die man geen minister is geworden. En ja, dan kom je plotseling te zitten met minister Monino daar, met alle consequenties van die waarin wij op dit moment namelijk zitten. Ja. Ja. Maar overigens, we spraken over dat we op weg zijn naar een fascisme in Suriname, vanwege dat autoritair beleid en die verhoogde waarborgsom. En hoe is het? Je moet weten dat het hele waarborgsom, de bedoeling ervan is om andere politieke partijen te verbieden. Hun bestaan wordt bemoeilijk. Te worden gemarginaliseerd of gedwongen zichzelf te ontvinden. Maar dat hebben de autoriteiten, de huidige regering, hebben het met min of meer woorden precies zo ook aangegeven. Dat het bij hun gaat om ervoor te zorgen dat bepaalde politieke partijen niet aan boord kunnen komen. En niet mee kunnen doen aan het democratisch proces. Dat hebben ze in min of meer woorden gezegd. Dan het verontrustende in het voorstel, en dat zegt daarom duidelijk in zijn stuk, van de pleitbezorger van het grote grijze kapitaal in de Nationale Assemblee, een meneer die geld telde destijds, gestuurd door enkele subversieve elementen uit andere oude politieke partijen, wijst duidelijk op een ontwikkeling richting fascistische staat. Oké, ik wil even iets vragen. Ik heb ook iets doorgestuurd naar Guillermo, maar ik merk dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in elk geval een verklaring heeft uitgegeven met betrekking tot de oorlog in het Midden-Oosten. Dus Israël en Hamas. Ik zou graag willen weten hoe jullie daarover denken, over tenminste deze, wat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname namens Suriname heeft gezegd. Het stomste wat je namelijk kan gaan doen om te gaan bemoeien in een brandhaard. Het ligt heel gevoelig, die kwestie niet van nu, maar eigenlijk vanaf na de Tweede Wereldoorlog, ja, toen de staat Israël ontstond. We weten hoe het allemaal is toegegaan, hoe mensen eigenlijk uit hun huizen en hun gebieden zijn weggejaagd. Aan de andere kant weten we ook hoe de andere partij daar tegenover stond. We werken, wat Arabieren en Joden betreft, leven we zeer vredig hier met elkaar. Dus we denken bijvoorbeeld aan een moskee en een synagoge, daar aan de Keizersstraat, et cetera. Maar het stomste wat je kan doen, is namelijk te gaan bemoeien. En deze meneer maakt fouten op fouten. Denk maar toen hij eigenlijk de moslims zodanig heeft beledigd om een ambassade te gaan oprichten in Jeruzalem, eigenlijk een heilige stad daarvan. Dat ding heeft zoveel turbulentie hier in Suriname gebracht. Luister hier, in dit soort van zaken moet je geen standpunt gaan aannemen. Want die Hamas is ook zo'n gewelddadige beweging. En ik begrijp wel dat ze namelijk voor hun rechten opkomen, dat ze weggejaagd zijn. Maar hou je
afstand. Ik blijf neutraal, want deze gasten, die stoppen gewoon een tijdbom voor je in het vliegtuig. We zitten bovenin en dat vliegtuig spart uit elkaar. Alleen maar omdat je partij hebt gekozen. Wat heb je daar namelijk te zoeken om op- en aanmerkingen te gaan maken over die oorlog? Het is natuurlijk af te keuren. Oorlog is altijd af te keuren. Maar in dit geval zou ik een vrij neutrale houding aannemen en geen partij gaan kiezen. Wat ik daar zie aan de ene kant, wat Hamas heeft gedaan met onschuldige kinderen, maar aan de andere kant wat de Joden nu doen, of Israël, door water en zuurstof en weet ik wat allemaal meer, gas af te knijpen, af te snijden, waardoor er echt een massa slachting aan de andere kant gaat gebeuren. Kleine, onschuldige kinderen, oude mensen dood zullen gaan, de hongerdood zullen sterven, geen water naar het gebied, dan zou ik wel zeggen, het is wreed, maar Julek Sereneman, nog een zoek op problemen. Die man is geen Surinamer. Die man, zijn vrouw en zijn kinderen wonen in Amerika. En ja, hij is waarschijnlijk ook nog steeds met zijn paspoort zitten, want Amerika laat dubbele nationaliteit wel toe. En we zitten nog steeds nog met een ander probleem, en dat is die scriptie van die meneer Jaap, die nooit boven water is gekomen. Juist, maar ik ga u eerlijk zeggen, het is zeer bedroevend en teleurstellend wat de minister van Wiebes allemaal presteert sinds zijn aantreden. We hebben de zaken gezien van Newservin, HPSG, merk SLR82, de Italiaanse maffia waar men geld ging lenen. We hebben daarna ook nog een x-aantal handelingen gezien, zoals net genoemd door meneer Samson Guillermo, het willen vestigen van de ambassade in Jeruzalem. Waar grote mogendheden van af hebben gezien, brengt meneer Wiebes ons regelrecht de branding in van een internationale politiek waarbij je al gewoon van hieruit zou kunnen zien dat het totaal onverstandig is om zulke handelingen te gaan plegen. Nota bene, Suriname, een land die op zoek is naar zijn ontwikkeling. We kunnen niet spreken dat we een ontwikkelingsland zijn als we kijken naar de crisissen die men al 50 jaar hier verkoopt. Van politieke regering, van revolutie naar politieke regering. En nu nog steeds is men bezig crisis aan ons te verkopen. Dat je nu ook nog een verklaring gaat uitgeven, zogenaamd in het voordeel van Israël. Ik denk dat daarmee hij duidelijk certificeert, dat hij eigenlijk incapabel is als minister van Wiebes om de wereldpolitiek te kunnen afwegen en te kunnen wegen waar hij wel zijn neus in moet stoppen of niet. Wij Surinamers, ik zeker weten voor mijn deel, zeg dat het totaal ondiplomatisch en niet competentvol is om zulke uitspraken te gaan doen en verklaringen. Ik denk dat hij voor zichzelf op zijn eigen konto aan het praten was. Alleen maakt hij misbruik van de bevoegdheid en de positie waarin hij zit als minister van Wiebes. Okay. In elk geval zullen Ludwig van Milieu vragen om dieper hierop in te gaan in zijn eerstvolgende programma. Ja. Moet ik zeggen, maar ik dacht, Iwan, dat je nog wat te vragen had. Nee, ik wilde naar de afronding toe gaan. Ja, yes, dan gaan we dat doen. In elk geval, volgaande weer gedaan. Voor de heer Ludwig van Milieu. Nou, het wordt zo'n beetje voor de komende tijd een vaste aflevering. Op verzoek van Ludwig van Milieu, die op dit moment nog niet helemaal beter is. Nee, maar in elk geval voor 75%, maar het zou te zwaar worden, 3 dagen achter elkaar, waardoor er een beroep op ons is gedaan door Ludwig, maar ook door de programmaleider, meneer Botsen. En we doen het heel graag om de mensen eigenlijk te informeren. Wat voor chaos, wat voor rommel, wat voor patja-patja we in zitten met honger, tekort aan onderwijs, tekort aan volksgezondheid, tekort aan medicijnen, criminaliteit, kortweg, alles wat fout is, samengevat, Sodom en Gomorra. Ja, ook van mijn kant ga ik groeten, beste luisteraars. Inderdaad, het is meneer Ludwig van Milieu op dit ogenblik in Suriname vertoevende. Een hele verrassing geworden in de omslag van een koude vliegtuig buiten te stappen in een hittegolf. En een Chinees die naast een stad die hem dusdanig heeft geïnfecteerd waarschijnlijk met een griepvirus.
waar hij en zijn vrouw de eerste paar dagen van hun vakantie hier eigenlijk in bed moesten doorbrengen. Wij kunnen hem nu dat hij weer aan het revitaliseren is, maar ook dat hij wat kan genieten van zijn vakantie hier. En dan zullen wij de uren die hij heeft gevraagd invullen en proberen u zo breed mogelijk te informeren vanuit een objectief en neutraal standpunt. Guillermo en Winston van der Loei groeten u vanuit een hitte, zeer warme Suriname. Goed, bedankt en een fijne dag verder toegewenst. Bye bye.